opnieuw bij Johan Moeiersons van VDB Paars. Quota is ook een van jullie merken. Johan, hier is de Com Evo. Dat is echt een koersframe. De mannen van Age Desert rijden daarop ook in 2011. Wat maakt van de Com Evo van Quota een echt wedstrijdspecifiek frame? Verschillende eigenschappen. De Com is dus King of Mountain. Daarvoor staat eigenlijk het woord Com. Dus de naam zegt het zelf, een superlicht frame. En dankzij de informatie die we krijgen van de profrenners, hebben ze ook nog gewerkt aan de stijfheid. Dat wil zeggen, ze hebben het balhoofd veranderd voor zo nog een optimalere stijfheid te krijgen over het hele frame in samenwerking met een vergrote braquetstructuur. En dat maakt de fiets gewoon veel stijver, goed reactief vermogen, elke trap die raak is eigenlijk. Ik zou zeggen in één woord, optimaal. Oké, daar kunnen ze veel koersen mee winnen. Hopelijk. We verwachten dat eigenlijk. Is er nooit bij Quota dat er nieuw of hangende is? Er zijn sowieso nog veranderingen gekomen. De Kebel is een volledig nieuw frame dat erbij gekomen is. Met die verandering ook van die balhoofd. Dus dat balhoofd dat gewijzigd is voor die optimale stijfheid. En dan de topper, de Karma. Een heel mooie frame dat twee nieuwe kleurstellingen gekregen heeft. En waar dat je met een Quota kunt rijden vanaf een 2000 euro. Dat is een mooie... Ja, een democratische prijs voor echt wel een sterk merk. Heel mooi instapmodel om u te laten bijden door de microben, zou ik zeggen. Oké, bedankt voor de uitleg. Alsjeblieft, graag gedaan.